Bicycle. I want to ride my Vandaag bij de opening van de Brusselpoortstraat staat natuurlijk vooral in de kijker dat er verhoogde fietspaden zijn aangelegd. Dat is belangrijk voor heel de buurt daar, niet enkel voor de mensen van de straat zelf, omdat dat toch echt een ontsluitingsweg is. Daarbij komend is het een aansluiting op de Oude Ringvaart en de Vaartdijk, wat ook belangrijke fietsroutes zijn op stedelijk niveau. In de nabije toekomst, we zijn bezig met de opmaak van die plannen, gaan we ook het begin van de Brusselse Steenweg, Plezanseplein, en langs de andere kant de Hoogstraat heraanleggen, waar dat toch echt een opwaardering moet zijn naar de fietsveiligheid in de regio. De renovatie van de Brusselpoortstraat past eigenlijk perfect binnen de ambitie van de stad die we al 10 jaar proberen te realiseren, namelijk ervoor zorgen dat Mechelen terug een van de mooiste centrumsteden van Vlaanderen wordt. We geloven heel sterk in het adagium, investeren in steden is investeren in mensen. Nieuwe mooie straten, en we nodigen mensen uit om zelf hun huis te renoveren, om opnieuw te investeren, maar ook opnieuw de bewoners van de stad uit en zorg ervoor dat we op die manier een heel aangename stad zijn met een gezonde sociale mix, met voldoende mensen met een inkomen, 2 verdieners, mensen die aan de slag zijn en die zich thuis voelen in de stad. Ja, ik vind het wel heel belangrijk om te blijven investeren in fietspaden. Dat vraagt echt een volgehouden beleid. We hebben nu de voorbije maanden de fietspaden verhoogd in Hanswijk-Vaart, de Boerenkrijgstraat, een deel van de Hondeweekse Steenweg, de Battelse Steenweg, de Kleine Heide. Dus dat zijn heel wat zaken die er toch al gebeurd zijn rond fietsveiligheid. In de loop van de volgende maanden gaat dan de Bonheidse Steenweg en de Moritz-Abbestraat aangepakt worden. Dus de herhaling van de Brusselpoortstraat past eigenlijk in het kader van het fietsveiliger maken van onze stad. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my